Today, a young man on acid realized that all matter is merely energy condensed to a slow vibration, that we are all one consciousness experiencing itself subjectively. There is no such thing as death. Life is only a dream, and we are the imagination of ourselves. Here's Tom with the weather. Alles wat er is, is bewustzijn. En dit alomvattende bewustzijn noemen we ook wel Brahman, Tao, God, de bron, het zelf of het absolute. En de ware natuur van dit bewustzijn, ofwel van God, is dat het eenheid is. Het is harmonie, vrijheid, oneindig en eeuwig. En het bewustzijn weet wel dat het dat is, maar wil dat ook ervaren. En je kunt pas ervaren als er tegenstellingen zijn. Je weet immers pas dat iets warm is als je ook weet wat koud is. En daarom creëert het bewustzijn zijn tegenpool. Er is bewustzijn in rust en er is bewustzijn in actie. Bewustzijn in rust is wat we Brahman of God noemen. Dat is onze ware natuur. En bewustzijn in actie, dat noemen we het heelal. En dankzij het heelal als tegenpool kan God zichzelf ervaren. God is eeuwig en ervaart tijdelijkheid. God is vrijheid en ervaart beperking. God is eenheid en ervaart dualiteit. God is één en ervaart velen. God is geestelijk en ervaart materie. God is alwetend en ervaart onwetendheid. God is harmonie en ervaart chaos. Wij zijn God die het heelal creëert om zichzelf te kunnen ervaren. Ons heelal is een denkbeeldige creatie en wordt vaak omschreven als droom of lila, spel, maya, illusie. Einstein zei ook, de werkelijkheid is louter een illusie, zei het zeer hardnekkige. Wij ervaren onze wereld als echt, maar toch is het universum denkbeeldig. Wat wij als materie ervaren bestaat uit moleculen en moleculen zijn weer opgebouwd uit atomen. En een atoom is weer opgebouwd uit kwantumdeeltjes. De kwantumfysica is erachter gekomen dat kwantumdeeltjes pas een vaste vorm aannemen wanneer er een toeschouwer is. Bijvoorbeeld, een kind kijkt naar een bal. De bal bestaat niet werkelijk, maar pas wanneer er geobserveerd wordt, nemen de kwantumdeeltjes hun vorm aan. En wij als mens zijn zo geprogrammeerd dat wij die verzameling kwantumdeeltjes interpreteren als een bal. Einstein zei ook, ik ben er niet zeker van of de maan eigenlijk wel bestaat als ik er niet naar kijk. Wij als mens zijn bewustzijn dat zodanig is ontworpen dat middels onze zintuigen en onze hersenen het universum in leven wordt geroepen. Zo ervaren wij dat we leven in tijd en ruimte, maar ook dat is denkbeeldig. Tijd en ruimte zijn niet omstandigheden waarin wij leven, maar manieren waarop wij denken. De wereld bestaat alleen in onze verbeelding. Er is een droom. En deze droom is een prachtige creatie van het bewustzijn dat zichzelf wil ervaren. In deze droom ervaren wij als mens onszelf als een individu, als afgezonderd van anderen. We ervaren dat we leven in tijd en in ruimte. We ervaren dat we geboren worden en we zullen sterven. En we ervaren dualiteit zoals verdriet, blijdschap, winnen, verliezen, rijkdom, armoede, vrede, oorlog,
Dat is wat wij ervaren. Maar wij zijn God en onze ware natuur is dat we eenheid, harmonie, vrijheid, oneindig en eeuwig zijn. En als mens ervaren we hier op aarde daar de tegenstellingen van. The world is like a ride at an amusement park. And when you choose to go on it, you think it's real, because that's how powerful our minds are. And the ride goes up and down and round and round. It has thrills and chills, and it's very brightly colored, and it's very loud. And it's fun for a while. Some people have been on the ride for a long time, and they begin to question, is this real, or is this just a ride? And other people have remembered, and they come back to us, and they say, hey, don't worry, don't be afraid, ever, because this is just a ride. And we kill those people. But it doesn't matter, because it's just a ride.